AZ raakt de status van ideale schoonzoon kwijt. Ideale schoonzoon Kuyt wordt klaargestoomd voor het echte werk. En ideale schoonzoon Ibrahim Afellay verlaat PSV via een jeugdkleedkamerdeur. Verder gaan we op snuffelstage bij oudspitsen en publiekslieveling Geert ten Oude. Dus op naar aflevering 432 zonder eredivisievoetbal van de derde helft. Ik hoop dat toekomst koeken. Bij elke keuze twijfel ik. If Ona will suck me, of course. Kun je leren bekleding? Pak je een automaat? Ik ben wel even klaar met het gale tyfusvoetbal. Hallo allemaal, Titus hier en welkom bij de Eredivisie-podcast van Nederland, waar we dus normaal altijd het Eredivisie-weekend in 45 minuten bespreken, maar nu in nog steeds die tijden van corona, doen we het anders. We proberen onze luisteraars up-to-date te houden over van alles en nog wat rond het Nederlands voetbal, aan de hand van natuurlijk onze eigen rubriekjes, maar ook aan de hand van een leuk interview wat wij snuffelstage noemen. En deze keer is Geert den Oude te gast, toch wel een cultheld voor velen en gevierde profvoetballer. Dit voor later, want zoals altijd zit ik hier met Snijboon, met Tim en met zijn broer Gijs. Laten we beginnen bij Snijboon. Is je voorjaarsdepressie al een beetje voorbij? Het is bijna zover, Titus. Het is gewoon ontzettend goed nieuws, want naast dat ik ontzettend fan ben van de Eredivisie, klopt mijn hart natuurlijk voor Arsenal en de Premier League en we mogen bijna weer. 17 juni gaat het weer beginnen. En zal ik jullie even meenemen door het gemiddelde speelschema in een weekend. Nee. Wanneer je allemaal voetbal kan kijken. Ja, kom maar. Tim, ogen dicht. Ja. Vrijdag 9 uur. Misschien is het korter als je zegt wanneer je geen voetbal kan kijken. Okay, vrijdag 8 uur. Dus eerst was het vrijdag 9 uur. Zaterdag 2:30, 4 uur, 7:30, 9 uur. Zondag 1 uur, 3 uur, 6:30, 8 uur. Maandag 9 uur 's avonds. Ongelooflijk. Je kan gewoon, als je gewoon eten bestelt, hoef je helemaal niet meer te bewegen. En dan midweeks ook nog speelrondes? Of ja, er komen ook nog midweekse speelrondes. Jezus. Op een soort van Champions League tijden. Maar dat weekend, jongen, dit is waar iedereen van droomt. Tenminste, zeker, hoop ik. Nou ja, vooral als je zo'n liefhebber bent van de Premier League als jij. Ik heb er zin in. Ja, nou, ben blij. Mooi, de zon schijnt. Je kan wel lekker binnen zitten. Lekker zeg. Hey Tim, jij bent iets minder vrolijk. Je bent misschien wel terechtgekomen in de voorjaarsdepressie, want iemand anders heeft een geheim van jou onthuld. Ja, ik ben vandaag met mijn begeleider Snijboon naar de studio gekomen. Wij maken YouTube-filmpjes, zoals veel mensen weten. Wat is jouw begeleider? Ja, dat ga ik nu uitleggen. Snijboon en ik die maken YouTube-filmpjes. Die hebben een voetbalmanager-serie zijn we begonnen. En daar komen steeds meer reacties op. En ook steeds meer haatreacties. Ja, niet per se haat. Ik zag al wat voorbij komen op Twitter. De meeste zijn echt positief. De meeste zijn serieus positief. Alleen Joes1986 die vroeg zich af openlijk op Twitter of ik een beperking heb. Want ik... Oh, komt hier iemand naar binnen. Onze buurman. Ja, we zitten in een opname. Ga door. Ga door. Snijboon en ik nemen voetbalfilmpjes op. Ja. En er komen steeds meer reacties op. De meeste zijn positief en een paar zijn negatief. Op Twitter, Joes1986, die vroeg zich ook af of ik een beperking had. Omdat ik schreeuw in de microfoon en de luisteraars met en de kijkers ook, met mensjes aanspreek. Ja. Maar hij wilde de mensen met een beperking niet beledigen. Dus stuurde hij ons voor de zekerheid ook nog even een direct message op Twitter. Of ik niet stiekem toch echt minder begaafd was. Want het leek er heel erg op dat Snijboon mijn begeleider was. Ja, en dat is jammer dat het eindelijk uitlekt. Ik wil dat graag geheim houden. Maar Snijboon is inderdaad mijn begeleider. Word je treurig van al die haatreacties? Nee hoor. Het rare was dat hij in hetzelfde bericht zei hij dat je zwak begaafd was en dat iemand een universitaire graad nodig had om onze filmpjes te volgen. Dat vind ik op zich leuk. Dat betekent dat het gewoon hoog niveau is. Ja, maar ook niet toegankelijk. Eigenlijk ben ik een hoogbegaafde Mogol. Dat is wat Joes zegt dan. Okay, ja, misschien zou dat van Joes en Jee van... Hij komt uit 1986. Ik denk niet dat het Sef was, de rapper. Nee. Oké. Welke filmpjes hebben jullie nu gemaakt? Cambuur kreeg een keer 100 miljoen. Ja, en nu hebben we Messi en Ronaldo bij RKC gezet. In voetbalmanager. Juist. Ja. En dan hebben we gekeken of ze kampioen werden en wat er allemaal gebeurt daar. Kan je nog een cliffhanger geven? Messi maakt het eerste doelpunt van RKC.
eerder dan Ronaldo. En daar is Ronaldo niet blij mee. Nee, zeker niet zelfs. Nee, maar het is serieus wel gewoon echt heel leuk om te doen. Want we vinden het zelf helemaal fantastisch. En nu lijken er ook nog echt andere mensen van te genieten. En dat, okay. Dan win je altijd. Nou ja, we zijn dus in ieder geval bezig om op heel veel verschillende kanalen onszelf te profileren. We hebben Instagram, nu ook YouTube. Gijs, hoe gaan de, überhaupt de algemene recensies, reacties hier? Nou, ik moet zeggen, deze week zijn ze een beetje ingestort. Maar goed, dat weerhoudt mij niet om... Maar van 1 naar 0 of... Nee. Van 8 naar 3. maar dat weerhoudt mij niet om één positieve nog even mee te nemen. Van Vincent Vilperhorst op YouTube. Heren en Titus, dat is een leuke aanhef. Ben ik al fan leuk. Van. Humor. Ja. Inmiddels is hij... ik praat even namens hem. Zegt hij, ben ik gevormd tot een trouwe discipel van jullie podcast. Des te meer dat de pijn voelbaar was dat jullie een Judas in jullie midden hebben. Denk naar Titus verwijzend. Okay. Maar goed, hij hoopt dat we elkaar weer gevonden hebben, wat redelijk het geval is. En verder zegt die heren, moeten jullie vooral zo door blijven gaan. De meer dan gemiddelde voetbalkennis en jullie dosis ongezonde, droge humor is een garantie tot succes. Het enige raadsel voor Vincent blijft, waarom is de landelijke bekendheid nog niet daar? En wie zegt dat hij niet daar is? Nou, volgens mij staan we altijd in de podcast charts redelijk hoog. Heeft hij woensdagnacht op Radio 2 geluisterd? Daar hebben we gewoon derde helft reclame gemaakt. Oh ja, Tim, je was uitgenodigd op Radio 2. Ja. Bij, wat was het ook weer? Ik heb nog steeds niet het wordt nu laat. Het wordt nu laat. Dat is dit een show van Carly Borgers. Je voegt alleen maar weer toe aan alle roddels die rondgaan. Nee, maar ik vind het echt wel interessant dat wij dus, of in ieder geval mensen van de derde helft worden uitgenodigd om over voetbal te praten en over onze podcast op Radio 2. Ja, zeker. Maar voor de rest niks leuks aan wat je kan vertellen hier? Het was wel aardig. Maar ik ga normaal gesproken vroeger naar bed. Meestal rond een uurtje of 11. Oké, dat is allemaal heel leuk. Maar wat vertel je dan? Waar is hij zich geïnteresseerd, Tim? Wat wordt aan jou gevraagd? Misschien moet jij een keer interesse tonen in ons en gewoon een keer luisteren. Oké, de luisteraars... Het wordt nu laat. Oké, zet maar ergens een linkje op onze social media. Laten we het even gaan hebben over voetbal. En onze eredivisie, maar volgens mij ook wel wat daar buiten gebeurt. Om te beginnen bij jou, Gijs... AZ, die is naar de UEFA gestapt om een Champions League ticket af te dwingen. Ja, zeker. Eigenlijk tegen alle verwachtingen in. Iedereen dacht weer dat de 18 clubs loyaal naar elkaar toe zouden zijn. En toen begon AZ ineens een onverwacht offensief. Aan de hand van een niet na te noemen adviseur, van wie ik toch de naam even heb opgezocht. Het is namelijk een hoge juridische meneer. Het is een hele enge man, hè? Is dat zo? Ja, volgens mij is hij financieel is een advocaat die zich vooral met financiën bezighoudt. En die zorgt er volgens mij voornamelijk voor dat multinationals zo min mogelijk belasting hoeven te betalen. Karim Agboen is het trouwens. Maar in ieder geval, hij was van mening of is van mening en denkt dat de wet van mening is dat het doelsaldo waarop de competitie nu beslist is, niet objectief is. Hij vindt onderling resultaat veel objectiever. Dus ze hebben de UEFA aangeschreven met... Het onderresultaat moet in deze gele. AZ moet kampioen worden. AZ moet rechtstreeks naar de Champions League. Doe er wat aan. En de UEFA heeft de brief van die overgemaakt, opengemaakt of teruggestuurd naar de KNVB met jullie zoeken het maar uit. Dus er gaat niks mee gebeuren. Maar helaas niet allemaal loyaal naar elkaar. Terecht, Tim? Dat ze dat willen? Nee, dat de UEFA hun... Natuurlijk is het terecht, maar... Ik vind het gewoon heel erg. Er is ook wel wat voor te zeggen. Als je twee keer Ajax klopt, dan ben je misschien wel de betere ploeg geweest. Ja, maar in de spelregel staat toch duidelijk dat het op doelsaldo gaat. Plus, dit is toch het allerdomste wat je voor je reputatie kan doen. Ja. Ze stonden er gewoon echt goed op hiervoor nu AZ. Met hoe ze ermee omgingen. Dat ondanks dat ze tweede waren, dat ze toen zeiden, we stoppen met de competitie. Ideale schoonzoon. Ze waren echt de ideale schoonzoon. En dan gaan ze nu met een of andere boef. Ik vind het zo teringhard dat Gijs zegt een niet nader te noemen advocaat. Hij gaat vervolgens de naam opzoeken en Snijboon maakt hem zwart. Hij zei ook dat de wet van mening was. Dat vond ik ook interessant. Ja, sinds wanneer heeft de wet een mening? Nou ja, dat staat heel erg zwart op wit. Ik vind AZ staat er nu gewoon zonder dat ze iets behaald hebben een stuk slechter op in Nederland. En volledig terecht met deze actie. Dat is jammer na dit seizoen waar ze volgens mij heel veel karma punten scoorden. Hey, Snijboon, bekerfinale, wordt die nu op Bonaire gespeeld? Ja, dat is dus, ik vind dat is echt heerlijk gewoon. Ja. Want in Bonaire is al anderhalve maand geen coronageval geweest. En nu is er dus een plan gesmeed. Op Bonaire is het. Op Bonaire, sorry. Ook in Bonaire, gewoon in de grond. Zelfs toen nog Pangea bestond, was daar geen COVID. Weet niet wat het is. Okay. Ja, alleen maar universitair geschoolde mensen kunnen hier naar luisteren. Ja, Google lekker voor je use. Google dit maar, mensjes.
Oké. Ja, er werd dus een plan gesmeed om de bekerfinale dan op Bonaire te spelen, omdat daar geen coronagevallen waren geweest. De KNVB is daar helemaal geen fan van. Verrassend wel. Ja, omdat het nog steeds betekent dat honderden mensen die kant op moeten. En die moeten dan in vliegtuigen. En dat is allemaal nog tegen het reisadvies van Buitenlandse Zaken. En dat valt allemaal wat we te zeggen. Maar het lijkt me wel gewoon fantastisch als er gewoon twee vliegtuigen worden afgehuurd. Dat die twee selecties gewoon getest worden en die kant op gaan. Daar in dat stadion, daar kunnen 3000 mensen in brandende zon kunstgras. Ook fantastisch. Wordt de bekerfinale gespeeld op kunstgras. En dan de winnaar die gaat pak gewoon het Europa League ticket. Je kan het wel cultiveren, maar het is toch een schande dat dit überhaupt serieus behandeld is. Of behandeld is door FC Utrecht. Ja, maar Utrecht pakt vliegtuigen zijn letterlijk vliegende bronnen van COVID. Want het gaat namelijk om ventilatie, mm-hmm. Wat de vliegtuigen dramatisch is. Gewoon open dak vliegtuig? Ja, dat zou kunnen. Ja. Ja, dat zou wel goed zijn. Ja. Maar kom aan even. Dat kan toch niet? Je hebt het vorige keer behandeld. Jouw romantisch voetbalhart gaat hier toch wel sneller van kloppen, Gijs. Nee. Ondanks dat het gewoon onzin is. Dan ga je toch even lekker in die trein stappen hier. Maar John van der Brom... Ze kunnen per boot, dat vind ik wel. John van der Brom die vindt het verschrikkelijk dat het in de Kuip zou worden gespeeld. Hè? Omdat hij vindt neutraal terrein. Ja. Dit is behoorlijk neutraal, Bonaire. Ik wilde nog heel veel, want Bonaire is waarschijnlijk echt heel warm. Brandende zon. Dus Gustafsson kan niet spelen dan. Nee. Toornstra. Ja, een gevalletje hoor. Factor 50. Sven van Beek. Ja. Er vallen echt een hoop spelers af hoor. Ja, nee, die moeten ver van tevoren naartoe om een beetje bij te kleuren. Oh, zeg maar. Ja. Hey, Factor 80 gewoon. Ondergedompeld in een bad. Ja, precies. Oké, dus in ieder geval geen bekerfinale in Bonaire. Zijn er nog transfers, wissels van spelers? Spelers die stopten, wat was het? Ja. Afellay? Afellay is gestopt. En ik weet dat we in ons land, dat helder verering, dat zit niet in onze volksaard. Maar Ibrahim Afellay, na 4 titels, volgens mij een beker, Champions League voetbal, heel lang aanvoerder geweest, icoon van de club. Die heeft eerbetoon een kleedkamer naar zichzelf vernoemd zien worden. Op het trainingscomplex. En nee, niet de kleedkamer van het eerste. Kleedkamer van de onder 18. Ik werd er misselijk van. Ja, maar waar ik ook misselijk van werd. Hey, mag ik heel even hier eerst op reageren? Ja. Want Afellay heeft gewoon een afscheid genomen toen hij die 4 titels heeft gewonnen en Champions League heeft gespeeld. Nu heeft hij 1 jaar gewoon loon gepakt en de fysiotherapeut elke dag gezien. Ja, maar maakt dat uit? Ja, maar anders hadden ze nu, als hij nu niet bij PSV had afgebouwd, maar gewoon na die 4 jaar was weggaan en ergens anders had gevoetbald, hadden ze hem niet de kleedkamernaam vernoemd. Dus nu staat het zo van, oh shit, hij heeft hier nog 1 jaar gespeeld, dus we moeten wel iets. Oh ja, shit, is Afellay. Ja. Oké, we doen wel kleedkamer 14 met die houten bankies. Ja. Ja, ik vind dat echt schandalig. Ja. Dan letterlijk doe dan niks. Nee, ja. Doe dan maar afgezien van of er nou wel of niet een kleedkamer naar je wordt vernoemd, of dat er meer naam had moeten worden vernoemd, het is wel heel sneu hoe dit vuurtje is uitgedoofd van Afellay, toch? Afgelopen jaar. Is ontzettend dom van PSV dat ze hem hebben teruggehaald. Want als jullie luisteren naar het begin aflevering van vorig seizoen heb ik al gezegd dat hij nooit ging spelen. Letterlijk dat hij tot 4 wedstrijden zou komen. Maar voor hem als persoon. Kijk, er was een tijd dat we bij de Nederlands elftal wat grote 4 gehad. Mm. Sneijder, Robben, Van Persie en Van der Vaart. Mm-hmm. Er waren gewoon jaren dat wel leek dat dat de grote 5 ging worden met Afellay die naar Barcelona ging en zich daar echt wel als eerste wisselspeler aandiende. Mm-hmm. Dat is wel echt als een nachtkaars uitgegaan natuurlijk. Zeer jammer voor hem. Volgende, Dirk Kuyt. Ik vind dat zo verschrikkelijk trouwens. Want Dirk Kuyt die schijnt dus trainer te worden van Feyenoord over 1 jaar. Dus nog 1 jaar Dick Advocaat. Ze moeten wel, omdat Dick fantastisch gepresteerd heeft. En zijn contract is dus 1 jaar verlengd. En daardoor moet Dirk zijn, vind ik, onterechte ambities even in de ijskast plaatsen. Ik snap niet waarom hij in zijn hoofd had dat hij trainer kan worden van Feyenoord. Nee, dat vertelt iedereen hem toch, dat hij dat kan. Feyenoord biedt hem dat aan. Ik denk dat het andersom is. Hij vertelt iedereen dat het kan. Ja. Let op. Mag ik heel veel beginnen? Ik heb het idee dat met de komst van Frank Anissen eindelijk een plan ligt in de Kuip. Voor het eerst. Dus niet meer dat zuinige beleid van Van Geel. Gewoon gedurfd en intelligent beleid. Fouten uit het verleden van Van Geel worden ruidelijk toegegeven. Hè? Jong Feyenoord. Dus Arnes heeft gezegd, dat wordt mijn project. Ik ga ervoor zorgen dat zij uiteindelijk in die betaalde voetbaltak terechtkomen. Dus die gaan zich weer oprichten in het nieuwe jaar. Er wordt gekeken naar de scouting. Er is een Deense topscout aangesteld. Vind ik interessant. Ze kijken weer een beetje in Zuid-Amerika. Ik vind dat allemaal hartstikke goed. Maar de visie van Arnessen wordt heel bot gedwarsboomd door een soort van blinde liefde voor die enge Kuyt. Die toevallig 3 goals maakte in de kampioenswedstrijd. Hij is nu trainer van onder 19. Voor de rest heeft hij niks gedaan voor Feyenoord. Hij is trainer van onder 19. Bakt er helemaal gereed van. Maar er waren toch vervelende verhalen daarover? Dat hij ook trainingen miste omdat hij zelf ging voetballen? Ja, volgens mij zijn dat precies golven. Dat. Maar hij is ging golven? Hij is 8e geworden in de onder 19 competitie. 1 punt boven NAC en NEC top-os combinatie. Het is gewoon
Hij heeft nergens bewezen een talentvolle trainer te zijn. Hij gaat nu een jaar stoppen met trainen. Omdat hij gaat rondreizen en in de keuken gaat kijken naar allemaal mensen. En dan gaat hij, daarna gaat hij even lekker in de Kuip. Ik vind het ook voor advocaat echt een motie van wantrouwen van hier tot aan Bergen op Zoom. Ik vind het echt schandalig. Nee, ik ben het in grote lijnen met je eens. Ze hopen natuurlijk op een effect à la... Akbar? Nee. De Boer bij Ajax, Van Bronckhorst bij Feyenoord, die ook een eerste grote klus begonnen bij een grote club. Alleen is het een ongelooflijk risicovolle zet. Snap je wat ik bedoel? Wat je zegt, totaal geen ervaring. En wat hij heeft gedaan, niet top tot nu toe. Het kan zomaar zijn dat het wel lukt, maar het is verschrikkelijk risicovol. Maar ze willen toch, jongens, maar jullie hebben het er nergens over dat er ook gewoon een heel duidelijk plan is over dat er wel gewoon goede assistenten naast hem worden gezet. Met De Wolf en dat ze Larsson willen halen. En Sam Larsson? Ja, Sam Larsson die wordt assistent, want die spreekt ook een woordje Chinees inmiddels. Nee, maar er worden gewoon goede assistenten naast hem gezet. Richard Groenendijk. Hij moet sowieso, er moet iemand komen, want advocaat gaat dit na dit seizoen niet nog een jaar doen. Dus weet je dat? Je moet, omdat het Dickie is. Dus die gaat nog een jaar door. Ja, Dickie heeft heel lang getwijfeld om dit jaar nog door te gaan. Die gaat na dit jaar gewoon sowieso stoppen. Dus er wordt sowieso een risico genomen worden. Ik vind het niet zo raar dat ze dan kiezen voor een man van de club, geflankeerd door gewoon goede assistenten. En dan gaat hij meer op die Engelse managerrol met goede veldtrainers. Ik zie dit echt wel zitten. Ik echt niet. Ik vind ook... Ik heb een beetje, niemand wil het weten. Ja, ik heb een beetje... Nou, kom maar door, Tim. Je was nog niet helemaal klaar met Kuit, maar je mag wel een beetje vertellen wat ik wij ben niet helemaal, willen ik weten. Ik ben helemaal klaar met Kuit. Oké, het gaat over Louis van Gaal, dat weet je. Wij begeven ons met de derde helft in de social media wereld. Hè. Allerlei kanalen, YouTube, Twitter, Instagram. En Louis van Gaal ook. Maar hij doet dat niet onder zijn eigen naam. Hij noemt het trouwens anti-sociale media, Louis. Scherp. En hij heeft een account op Twitter... Maar niet onder zijn eigen naam. Louise. Ja, precies. Nee, niet precies. Dat maakt hij niet bekend. Dat is gewoon een pseudoniem. Okay, zodat hij kan bijhouden wat zijn dochters en kleinkinderen en vrienden aan het doen zijn. Maar hij zegt erbij... En dan soms krijg ik van die piepjes en zie ik wat spelers schrijven. Maar als ik zelf een tv-optreden heb gedaan... dan kijk ik niet wat mensen erover zeggen. Geloof jij dat, Snijbo? Ja, ik geloof dat wel. Ja, ik ook. Maar Louis van Gaal heeft hij nu bekendgemaakt in een interview met Linda. Hij zit op Twitter, maar hij zegt niet onder welke naam. En hij houdt alles gewoon heel goed in de gaten. Wel leuk. Zou die ons nog ik volgen? Had het niet verwacht eigenlijk. Is dat Hughes 1986? Ja. Ik verwacht hiding in plain sight, gewoon Louis van Gaal. En dat iemand gelooft, dat kan het niet zijn. Dat is hem gewoon. En net zoals Henk Spaan, met Henk Spaan 9, als Twitter-handle, dat Louis van Gaal 01 is gewoon. Jongens, de corona-nieuwsshow die is niet meer, want ja, het is nu al zo lang corona. Het is gewoon weer buitenspel waar we het gaan hebben over alle dingetjes die echt buiten het spelletje gebeurd zijn. Kut, sorry. Dit was mijn buitenspel, Louis van Gaal. Nee. Wat was dan je weetje wat we niet wilden weten? Dat was nog veel leuker. Je bent dus zo boos op Dirk Kuyt dat je gewoon verkeerde laadjes optrekt. Ja, ik ben helemaal de war. Wat is kom maar door. Nou, ga maar even bedenken trouwens. Ja, eerst Snijman. Ga jij maar even een buitenspelletje geven. Ik wil jullie even meenemen naar doelman Nahuel Guzman. Die heeft in 22, dat is een Argentijnse doelman, die heeft 2 wedstrijden bij Messi gespeeld in het Argentijnse elftal. En die heeft gespeeld bij Newell's Old Boys, waar Messi ook heeft gespeeld. Toen hij jong was. En Guzman is nu getransfereerd naar het Mexicaanse Tigres. En die heeft een hele bijzondere clausule in zijn contract op laten nemen. Namelijk dat als Messi ooit besluit om terug te keren naar Newell's... en dat heeft hij wel eens gezegd, van ik wil daar graag afsluiten... dan kan Nahuel Guzman, de doelman, onmiddellijk zijn contract laten ontbinden bij Tigres... om bij Newell's weer een nieuw contract te tekenen. Fucking vet. Zodat hij nog wedstrijden met Lionel Messi kan spelen. Maar heeft hij dit ook met Newell's Old Boys afgesproken? Dus dan ontbindt hij, zit hij zonder contract? Newell's, hoi. Nee, ja. We hebben al een keeper, dankjewel. Ja, het is ik vind dit gewoon heel tof. Ik heb dit contract ook bij mijn team af laten sluiten. Dat als Messi naar Newell's gaat, dat ik dan ook onmiddellijk daarheen kan. Heerlijk. Leuk, Gijs, wat heb jij meegenomen? Ik heb ook wel eigenlijk iets leuks meegenomen. Ik werd namelijk op een verhaal gewezen door Jelle Pijnenburg via onze DM. Dankjewel daarvoor, Jelle. En we hebben natuurlijk vandaag Geert den Oude te gast, later. Spits, gewaardeerd spits. Ook een gewaardeerd spits van NEC. Ooit topscorer geweest. Björn Vlemings heeft... Ik dacht niet Zilan. We gaan het over het zwarte gat hebben van... Niet van Björn Vlemings, maar na de voetbalcarrière. Dat is sowieso een wit gat van Björn. Ja, van Björn. Maar Björn heeft het zwarte gat opgevuld, het spreekwoordelijk zwarte gat. Bleek gat. Nee, hij is nu namelijk... Tim, je hebt een spreekverbod. Hij is hovenier
is hij geworden. Jurre Vlemings. Onder de naam Grashelder is hij in... doet hij tuinen, zwembaden, afbraak en onder andere besproeiing bij mensen in, volgens mij in België. Met zijn zwarte gat besproeit hij mensen uit België. Niet als jij maar in ieder geval, ik zat dus te denken, Jurre Vlemings, waar stond hij bekend om? Ingooien. Nou, wat denk je? Hoe zou hij dus een matje leggen of een plantje planten? Ik denk van afstand vanaf de oprit. Hij is zo klaar. Ja, ja. Hij pakt zo'n hele rol gras uit zijn nek. Ja, die gooit hij dan. Uit zijn NEC, sorry. Die gooit hij in de perfecte lijn, gooit hij rechtdoor. Björn Vlemings is hovenier. Mooi verhaal, dankjewel Jelle. En Stijn Huizegums is postbode. Oh ja? Oké, was dat je buitenspel? Nee. Oh nee, ja, die heb je al verteld. Wat is je beetje wat je niet wilde weten? Ja, hij komt een beetje, maar je had dit gewoon kunnen bluffen, hè? Ja, nee, we dachten allemaal gewoon dat het je weetje was. Deze komt uit 1974. Het was niet per se uit het spel. Ik heb een weetje. Ja, oké. Okay. Gaat over twee merken die hier niet vaak genoemd worden. Adidas en Puma, die verdienen meer aandacht, vind ik. De gebroeders Dassler, Adolf en Rudolf, die waren broers. Die hebben ruzie gekregen, die hebben allebei een merk opgericht. Volgens mij is dat ooit al een keer een weetje geweest. Na de Tweede Wereldoorlog, eigenlijk sinds de Tweede Wereldoorlog, leefden zij gescheiden. Nu kwam het saillante samenspel tussen deze twee merken op het WK van 1974 samen bij het Nederlands elftal. Nederland werd gesponsord door Adidas, Adolf Dassler. Cruijff werd gesponsord door Puma, Rudolf Dassler. Rudy, hè, voor Intimi. Ja, en Adolf ook voor Intimi. Adi. Adi en Rudy. En Puma wilde niet dat Cruijff met de drie strepen op het shirt ging spelen. Dus hebben ze onderhandeld en zijn ze tot de conclusie gekomen. Oké, Johan Cruijff, aanvoerder van het Nederlands team, mag één streep eraf halen. Dus hij heeft de hele tijd met twee strepen op zijn mouw gespeeld. Als aanvoerder van Oranje. En het was dan zo, als Cruijff geblesseerd was. Dan kwam de en hij had last van zijn voet of van zijn knie. Hij had Puma schoenen aan. Kwam de verzorger in beeld. Want Nederlands elftal werd gesponsord door Adidas. Die zette dan zo'n bidonbak met Adidas voor die schoenen. En de cameraploeg ging ook helemaal op dat Adidas zo inzoomen. Dat is erg leuk. Leuk. Maar je hebt het van iemand doorgekregen of niet? Want ik heb hem ook ergens gelezen. Ja, heb ik volgens mij op Twitter doorgestuurd gekregen, dacht ik. Ik dacht via... Nou goed, via iemand van Instagram die we nu vergeten. Maar is dit niet wat voor jullie, Gijs en Tim? Twee broers, allebei een eigen merk. Misschien eigen podcast, ruzie maken en dan mega succesvol worden, maar wel in je eigen... Ja, maar jij wil gewoon op de GTS-tour. Jij wil gewoon dat de broers gebrouilleerd raken en dat jij daar gewoon dan een YouTube-filmpje van een half uur kan maken. Mijn kant van het verhaal. Nee, maar het is wel geniaal dat je dus als twee broers dan zoveel gezeik krijgt, maar dan allebei zo'n grandioos merk neerzet. Nog eens een leuke toevoeging. Kantoren worden slechts gescheiden door een riviertje. Hoofdkantoren, ja. Dit is ook met die broers van Twix, toch? Zag ik op tv. Oké. Okay. Links of rechts? Jongens, wij gaan Geert ten Oude inbellen voor snuffelstage. Want we gaan met hem praten over het zwarte gat na het profvoetbal. En of deze bij Geert bestaan heeft. Want, jongens, Geert die speelde meer dan 12 jaar profvoetbal en werd publiekslieveling bij vrijwel elke club ervoor hij speelde. Hij had wel een eigenaardige aanloop naar zijn leven als profvoetballer. Een streng gelovig gezin. Pas op zijn 13e begonnen met voetbal. En op zijn 20e pas profvoetballer geworden. Van relaties met de dochters van trainers. Tot ruzie met Robert Maaskant. En het spelen van voorronde van de Champions League. Kortom, een prachtige carrière. Maar daar hoort misschien achteraf wel of niet ook wel een zwart gat bij. Als je dan stopt met profvoetbal. Dat gaan we met hem bespreken. Ik kijk naar onze geluidsmannetje Dirk. Of we hem kunnen inbellen. Zal ik nog een kopje koffie halen? Wanneer krijg ik mijn stagevergoeding? Als je dat dan morgen voor 9 uur even in de mail hangt. Ik weet niet eens wat een fax is. Inmiddels ingebeld Geert den Oude. Hartstikke mooi dat je er bent. We gaan het zo natuurlijk uitgebreid met jou hebben over hoe het nou is om eigenlijk te stoppen met voetbal. Maar voordat we dat gaan doen, hoe is het met je? Je bent net vers vader geworden, pasgeboren zoontje. Ja, tot op 5 minuten geleden lag Levi even mij op schoot. Want als wij Levi... Eventjes alleen laten. Nou, dan breekt hij al los. Dus als hij bij schoonouders is geweest, dan wordt hij heel erg verwend. Ja, en dan komt hij thuis. En dan is natuurlijk dat strenge regime hier. En dan gaat hij huilen. Nee, maar dat gaat hartstikke goed verder met hem. Ja, maar ja. Wel een streng regime dus. Een beetje wat je geleerd hebt van Robert Maaskant. Dat het regime van Robert Maaskant, dat kunnen we nog niet op Levi loslaten, want daar is hij te jong voor. Ja, dat was meer heel veel zelfdiscipline. Nou ja, Levi heeft alles behalve zelfdiscipline.
Nee, maar weet je, het gaat echt hartstikke goed. En weet je, we hebben een soort vinklijstje gemaakt. Dat als hij begint te huilen, zo van nou, dit is goed, dat is goed. Zijn luier is schoon, weet je, enzovoort enzovoort. En als hij dan ook nog genoeg aandacht heeft gehad, dan weten we dat we ook wel eens eventjes gewoon kunnen laten liggen. Lekker. Nou, klinkt goed. We zijn natuurlijk net newborn ouders ook, dus je weet nog niet zoveel. Maar nee, Levi gaat hartstikke goed. Hij schrijf je mee? Ik zei ja. Nee. Ja. Ja. Niet dat ik weet in ieder geval, Geert. Dus. Oh, oké. Okay. Okay. Maar je twijfelt nog. Nou, het snijboom blijkbaar, ik niet. Geert, okay. Je hebt natuurlijk een prachtige voetbalcarrière gehad. Maar waar ik in eerste instantie heel erg benieuwd naar ben... Dan heb jij, 12, 13 jaar profvoetbal gespeeld. En dan op een dag word je wakker, je contract is net afgelopen en het is klaar. Hoe gaat dat dan? Hoe voel je je dan? Voor mij was het natuurlijk geen verrassing dat ik ging stoppen. Het was een besluit wat ik met veel overtuiging genomen heb. Sterker nog, ik had nog wel eventjes door kunnen gaan. Maar weet je, ik wilde op een gegeven moment niet meer... ik wilde eigenlijk het hoogste niveau alleen spelen. En we kwamen met het avontuur terug uit de Verenigde Staten. Met Oscar Moens onder andere. En toen kon ik naar Sparta. Die speelde in de eerste divisie. Maar had ik eigenlijk geen zin meer in. Ik wilde of in de Eredivisie spelen of niet. En toen heb ik gezegd, oké, dan stop ik. Ook omdat misschien ook wel... En jullie hadden het al eerder over een zwart gat gehad... Dat had ik voor mezelf niet. Weet je, tijdens mijn carrière ben ik al begonnen met het werken in vastgoed. Het kopen van appartementen. Wat voor mij een toekomst was na het voetbal. Dus voor mij was het geen moeilijk moment of zo. Nee, het was meer eerder zo van zo. Hè, nu heb ik een jaar, en dat heb ik ook gedaan, een jaar gewoon niks te doen. Geen afspraken. Want je zag er niet tegenop. Was niet dat je dat laatste jaar al een beetje er tegen opzag van... misschien volgend jaar sta ik hier niet meer op het trainingsveld... en oh, wat ga ik het missen? Nee, dat niet. Omdat ik die overtuiging voor mezelf had... dat ik op het hoogste niveau wil spelen. Ik heb nog wel een half jaar daarna... kreeg ik een telefoontje van Louis van Gaal. Was in december of ik voor het tweede helft van Bayern München wilde komen spelen. Louis, ja, we kennen elkaar goed en meer dan goed. Dus dat is ook privé, zeker in die tijd. En ja, hij wist wat ik kon. En hij zegt, ja, jij bent voor mij, voor dat elftal... je hoort ook gewoon bij Bayern München verder... maar om voor de tweede elftal te gaan spelen. Ik heb dat toen niet gedaan, omdat ik al een aantal maanden gestopt was. En privé dacht ik, ja, moet ik dat nou wel of niet doen? Achteraf denk ik... Nou, daar heb ik misschien wel spijt van dat ik dat niet gedaan heb. Wat vet was dat geweest, Geert. Holy shit. Moet je nagaan als de eerste drie spitsen geblesseerd waren geraakt. Nee, dat is zeker waar. Dat is zeker waar. En Louis is ook iemand die, als op het moment dat hij vertrouwen heeft in iemand, dan geeft hij ook de kans. Kijk maar naar die jongen die nu nog steeds bij München speelt. Die Louis Müller. Uit de amateurwereld heeft gehaald. Thomas Müller, toch? Thomas Müller, precies. Ja. Maar ja, het was gewoon die fase. Ik heb toen die beslissing genomen... Achteraf denk ik, had het maar gedaan. Robben Ribéry den Oude. Ja, dat was hard geweest. Ja, nee, maar ja, dan moeten ze wel die bal inleveren natuurlijk. Weet je, af en toe een keer een voorzetje geven. Ja. Daarom heb je het ook niet gedaan, toch? Je dacht, ik krijg nee, die bal precies, niet van die Robben. Ribéry en Robben, die gingen alle voor hun eigen succes. Nee, maar, zo maak je wel eens keuzes, ja. Maar je had het erover dat je tijdens je carrière dan al begon met vastgoed, hè? Maar bedenk je dat dan zelf? Is er iemand in... Want heel veel spelers doen dat natuurlijk niet. Nou, dat heeft wel een beetje met je... Nee, dat heeft helemaal niks eigenlijk met mijn collega voetballers te maken. Dat heeft meer gewoon dat ik... Kijk, ik kom uit een leven voor het voetbal... wat niks met voetbal te maken had. Weet je, ik heb geen betaald voetbaljeugdopleiding gehad. Dus ik was ook niet begeisterd daardoor of zo. Het was meer op een gegeven moment dat ik in de gaten kreeg... na mijn tiende dat ik waardig kon voetballen. En dat er mensen in mijn omgeving zeiden van... Hey, kom bij ons voetballen en jij kan veel meer... En juist ja, in die tijd, dus toen ik ook uiteindelijk betaald voetbal ging spelen... had ik best wel veel mensen om me heen die ondernemend waren... daar ook succesvol in waren. Dus ik heb ook best wel wat afgekeken van die mensen. En als ik nieuwsgierig was, ging ik ook gewoon ernaartoe en kan je het me uitleggen. En zoals meneer Van der Valk altijd zei, handjes laten wapperen en oortjes open. Ja, zo is dat eigenlijk gegaan. Ja, en merkte je dat
bij de spelers om jou heen en nou ja, al jouw vrienden in het professioneel voetbal, dat die er ook veelal zo in zaten? Of denk je toch dat er bij veel meer anderen een hele stressvolle beslissing is die ook wel een emotionele klap geeft als je dan stopt met voetbal? Nou, ik denk dat die jongens die geen stress hadden, waren de jongens die een studie hadden gevolgd. Vrij vaak wel een hbo-studie. Die wisten van, als ik stop met voetballen, dan heb ik in ieder geval straks iets waar ik op terug kan vallen. Of de jongens zoals ik dan, die al echt wel bezig waren over het feit van, het stopt een keer. Dus ga er wel voor zorgen dat als je stopt, dat je niet op dat moment pas gaat kijken, wat ga ik nu doen? En ik heb zoveel jongens gehad die vrijwillig of niet. Hè? Want sommige jongens kiezen er ook gewoon voor om te zeggen, nou, ik ga straks lekker weer in de haven werken. Ik kom uit Rotterdam en ik ken best wel jongens die in de haven terecht zijn gekomen. Ja. En gewoon aangepakt hebben. En dat doen ze ook. Is ook een keuze. En is ook prima. Maar ik heb ook jongens gezien die helemaal niet over nagedacht hebben. En die nu financieel het ook best wel moeilijk hebben. Ja, zeker. Hey, Geert, kan je nog herinneren dat er... wat was het eerste dat je deed toen je gestopt was? Wat absoluut niet kon of mocht toen je nog prof was? Ben ik altijd benieuwd naar. Nou ja, vooral ik was vooral heel erg klaar met alle verplichtingen die ik had. Mm-hmm. Ik in het voetbal. Hè, er wordt heel veel van je verwacht. Je zit heel in een heel geregisseerd schema. En dat vond ik heel vervelend. Dus je ging gewoon naakt de straat op die dag erna. Dat doe ik nog steeds. Dat vind jij even. Ja, nee, maar het was zo echt in die tijd op dat moment dat ik dacht van, ik wil gewoon even een jaartje niet gewoon dingen moeten. Hè. We hadden bijvoorbeeld een vaste vrije dag op woensdag. En daar moest je dan alle activiteiten die je buiten het voetbal deed, die je zelf voor jezelf en ook voor mijn werk, wat ik daar buiten had, die moest ik op die dagen plannen. En dan als je dan een keer een wedstrijd had verloren en de trainer was niet tevreden, dan moest je opeens je vrije dag inleveren. En dan kon ik al mijn afspraken gaan verzetten. Ja, daar was ik helemaal klaar mee. Dus ik heb echt wel een jaar gewoon geen afspraken. Ik heb gewoon gedaan wat ik doe. Mensen belden op. Ja, ik ga een paar dagen naar Rusland mee. Ik had een vriend die ging bij Corpot kijken. En dan ging ik gewoon mee. Dat is goed, we gaan een paar dagen Sint-Petersburg. Zo heb ik een jaar... En mijn vastgoedwerk ging wel door. Maar even helemaal geen voetbal meer. Ja, Geert, we hebben het nu gehad over eigenlijk het zwarte gat dat niet bij jou bestaat. Ik wil eigenlijk even terug naar het begin van je carrière. Je hebt het net al even benoemd. Je begon pas laat met voetbal. Volgens mij was je 13 of 14 of zo. En je had geen BVO-opleiding, zoals dat zo mooi heet. En op je 20ste rolde je bij Excelsior naar binnen. Waarna je volgens mij wel een aantal jaar nodig hebt gehad om en fysiek en mentaal en tactisch op het niveau te komen. Precies dat, ja. Wat er voor nodig kwam, was. Ik kwam binnen bij Excelsior en... ik dacht van, je hebt wel aardig gedaan bij de amateurs. En toen zag ik opeens van wat die jongens allemaal in huis hadden. Wat ik miste. Ik miste een stuk fysiek. Ik miste een fatsoenlijke trap. Techniek, daar zat ik wel goed mee. Want ik was doelpunt te maken, dus mijn techniek klopte wel. Maar vooral die dingen, ja, daar heb ik echt ook in die eerste 2-3 jaar bij Excelsior ook zelf echt in moeten investeren om bij te komen. Wij deden vaak met Damien Hertog en Michiel Sol deden we na de training lange ballen trappen naar elkaar. Of latje trappen en dergelijke dingen. Nou, ik kan je vertellen, ik heb heel veel potjes verloren in het eerste jaar. Maar daarna dan ging het omdraaien en ik pakte ook nog wat extra tijd. Ja, toen werd ik opeens winnaar, weet je. Dus het zit ook heel veel in jezelf. Ja, en denk je dat je ondanks de achterstand waar je mee begon, dat je toch alles uit je carrière hebt gehaald? Je hebt ook een tijdje in het buitenland gespeeld. Daar gaan we misschien zo nog even over hebben. Maar ben je tevreden met wat je eruit hebt gehaald op Robben en Ribéry en Oudena? Sommige momenten kan ik best wel zeggen, ik heb een mooie carrière. Maar er zijn ook echt wel momenten. Als ik bijvoorbeeld naar de documentaire van Michael Jordan kijk, The Last Dance. Ik weet niet of jullie die gezien hebben. Ja, zeker. Niet. Ja. Dan denk ik wel eens dat er momenten zijn, ja, Geert, je had nog wel meer tijd eraan kunnen besteden. Er zijn ook momenten geweest dat ik dat echt wel gedaan heb. Maar ook momenten dat ik dat niet gedaan heb. En dan kan ik zeggen, je had er misschien wel meer uit kunnen halen. Maar je bent tevreden, kijk je terug. Oh, zeker. Ja. Ja, maar misschien was dat ook wel niks. Maar misschien was dat ook wel niet het aard van het beestje. Want als ik jou ook zo beluister, was jij ook al gedurende die carrière gewoon bezig met meer dingen. En wilde jij ook meer dan alleen het voetbal. En dat is dan ook wel weer waarom jij het waarschijnlijk vrij goed op orde had na je carrière. Nou, het was ook een kwestie van een beseffen, denk ik. En naarmate ik ouder ben geworden,
Dat is heel, heel gek. Ik heb een aantal jaar bij een veteranenteam gespeeld, 35 plus. En daar was ik zonder arrogantie met was ik veruit de beste. En toen ging ik van mijn medespelers eisen. Eigenlijk wat ik zie, wat Michael Jordan eisen van zijn medespelers. Ik ben niet altijd de beste in mijn elftal geweest. Ik ben wel eens een van de betere geweest, maar nooit echt de beste die er echt bovenuit stak. Maar ik was wel heel fanatiek. En op het moment dat een speler in mijn team had die mij uitdaagde, dan ging ik niet verliezen, weet je wel. Ik deed er echt alles aan. Ik liep voorop, ik liep er nooit weglopen met maakt niet uit wat. Ik was echt wel fanatiek. Alleen had ik misschien op sommige momenten nog wel meer tijd eraan kunnen besteden. En natuurlijk miste ik een opleiding, een jeugdopleiding. En natuurlijk heb ik pech gehad dat toen ik bij Louis van Gaal en AZ mee trainde in de voorbereiding, dat Louis zei na 4 weken, jongens, er steekt 1 bovenuit, dat is Geert. En op het moment dat ik spelen nu verkoop, ga ik Geert aanschaffen. Weet je, natuurlijk heb ik even een keuze moeten maken van toen dat duurde, oké, dan ga ik weer voor Excelsior. Maar ja, het zit wel eens mee en het zit wel eens tegen. Je had het net over The Last Dance, hè? En ik heb dat ook allemaal gebinged deze week. Ik was er later aan begonnen omdat ik wilde hype altijd even laten gaan en dan duik ik erin. Wat mij het meest verbaasde was dat gewoon vanaf begin jaren 90, waar die documentaire begint, er zijn overal camera's. Ja. In kleedkamers, bij trainingen. Die spelers hebben geen privacy. Hoe zou jij dat gevonden hebben als voetballer? Ik had daar nooit zoveel moeite mee. Nee, want uiteindelijk ben ik daar om gewoon te voetballen. En Michael Jordan was daar om gewoon het beste basketbal te laten zien. Ik had daar nooit zoveel problemen mee. Alleen er zijn spelers die zich anders gaan gedragen. Op het moment dat de camera's bijstaan, het gaat ten koste van hun spel. Ja, dat had ik nooit. Maakte mij niet uit. Jij kon wel tegen die druk van de media. Zeker. En ik maakte er ook een leuk spel van. Ik had altijd heel goed contact met journalisten en dergelijke. En ik werd ook wel eens kritisch ondervraagd. Maar het was voor mij ook een kans om wel eens even een ander geluid te laten horen dan dat je heel vaak hoort in interviews. Nog steeds. Dan denk ik, stop met het interviewen van bepaalde spelers, want die zeggen niks. Doe dat dan niet. Alleen maar mediatraining. Daar kan ik een hele batterij van opnoemen, ja. Ja. Ja, misschien is een leuk bruggetje naar je periode in Zweden. Ik heb er ook een tijdje op het niet na te noemen niveau gevoetbald en gewoond. En ik ben volgens mij net als jij ongelooflijk fan van de stad en het land Stockholm. Maar daar werd je volgens mij in de rust ook nog eens geïnterviewd, toch? Gewoon midden in de wedstrijd kwam gewoon een journalistenkleedkamer in of net buiten de kleedkamer van hoe gaat het? Nee, het was zo. En dat is nog steeds. De wedstrijden worden daar ook gewoon live uitgezonden en dan pakken ze een keyspeler van de eerste helft, die pakken ze erbij. En je bent ook gewoon verplicht om dan inderdaad live op Fox, is dat dan hier in Nederland, maar daar. Je krijgt letterlijk, zoals ik nu heb, even een koptelefoon op je hoofd. En dan praat je met een anchorman die in de studio zit. Praat je een paar minuten mee en dan loop je door naar de kleedkamer. Dat was ook heel normaal. En als je net je sprintje getrokken hebt, moet je even uithijgen nog. Is het letterlijk zo snel? Ja, nee, maar dat was zeker zo. Dus je ziet natuurlijk wel eens zwaar gehavend uit of vermoeid uit. Normaal gesproken word je helemaal gesminkt, maar daar ging je gewoon bang live zo in één keer date erin. Hey Geert, je hebt natuurlijk bij best wel wat mooie clubs gespeeld. Wat was voor jou nou de meest bijzondere tijd? De tijd waarmee ik het meest plezier heb gehad. En dat is bij 2 clubs geweest. Dat is bij RBC geweest in Roosendaal. Echt twee hele leuke jaren gehad. En mijn jaar in Zweden, dat was wel een jaar waarin ik heel veel geleerd heb. Waarin ik opeens, ik kwam daar en na een maand speelden we volgende Champions League. Weet je? Dus dat was nogal een stap. Weet je, alles heb je die tune gehoord op het veld of was dat toen nog niet? Nee, dat was nog niet. Nee, en ik weet ook niet of in de voorronde wedstrijd of die tune. Volgens mij moet je die tune verdienen. Ze zagen jou het veld opkomen en dachten we, die doen we nog even niet. Nee, we doen even, doen even iets anders. Heb je hem wel zelf geneuried terwijl je er stond? Nee, ik was meer bezig met de Zweedse taal. Zweedse volkslied en dergelijke. Ja, dat was mooi. Geert, vind jij jezelf achteraf, nu gezien je carrière, een cultheld? Ja en nee. Omdat ik niet zou kunnen beschrijven waarom ik voor mensen een cultheld ben. Maar ja, ik weet wel dat ik anders was dan anderen. Ja. Dus ja. Dat komt ook. Mm-hmm. Alleen ik weet niet waarom. Maar ik kan wel een paar dingen zeggen. Weet je, ik kwam uit een niet-voetbalmilieu.
Mm-hmm. En ik kwam me herinneren, ik kwam bij Excelsior. En daar waren dan een soort van regels omdat dat nou zo hoorde te zijn. Dus als je te laat was op de training, ik noem wat, dan kreeg je dus een boete. Terwijl je ook wel eens gewoon overmacht hebt. Mm-hmm. Ja, ik was een speler die ging altijd op tijd de deur uit. Op een gegeven moment was er rond Rotterdam. Er stond heel de ring van Rotterdam stond vast vanwege een zwaar ongeval. En toen kwam ik binnen, toen kreeg ik opeens een boete. Ik zei, ja, dat ben ik niet mee eens. Dus iedereen ging natuurlijk lachen. Ja, ga jij maar met de trainer praten. Ja, ja. Dus ik ging met de trainer praten. Toen kwam hij na 10 minuten het kleedkamer en zei, nou Geert, ik heb me gehalveerd. Ik zei, nee, we gaan niet halveren. Ik wil er mijn handen betalen. Nee, jij betaalt dus, trainer. Dus ja, zo was ik. Als mensen uit de nek zaten te kletsen. Of weet je, ze durfden om vanwege hun positie niet kritisch tegen een trainer te zijn. Of een mening niet durven geven. Dat deed ik gewoon. Ja, en dat vond de trainer ook wel eens niet leuk. Nee, dat klopt, maar ik ging niet voor een trainer pleasen. Zo was ik niet. Nee. Misschien ben ik daar ook om... Ik heb aversie opgeroepen bij mensen in het publiek. Omdat ik ook zei... Ik werd een keer gebeld, we moesten uit bij Rode JC spelen. En toen werd ik gebeld in de week ervoor of ik wat wilde zeggen in het boekje van Roda. Weet je, dat is een programmaboekje. Hier komt hij, hoor. En toen zeiden ze, wat vind je van Rode JC? Ik zei, nou, ik vind het een hartstikke mooie club. Alleen ik begrijp niet waarom jullie zo Duits zijn. Weet je, als je een doelpunt maakt, is het Roda 1, Ik zei, waarom al dat Duitse gedoe? Nou, toen kwam ik naar het stadion. Toen hadden mensen een bord gemaakt. De oude klootzak, weet je wel. Scheisse. Heel de wedstrijd uitgescholden. Wel gescoord. We wonnen wel, volgens mij, ja. Ja. Maar ja, weet je, dat had je wel eens. Dus mensen konden me haat, om zo te zeggen, maar ook liefhebben vanwege mijn stijl van voetballen en doelpunten die ik gemaakt heb. Ja. In het begin haatten wij eigenlijk ook, maar misschien leuk voor de luisteraars, om helemaal onze eerste ontmoeting te beschrijven. Jij bent namelijk de laatste van de jury en presentator van de voetbalpodcast wordt die aanschuit. Robert Maaskant is geweest, Diana Kuip. Wietse van de Groot. En nu jij als laatste die ons eigenlijk, hoogstpersoonlijk heb ik gehoord, de award door de neus heeft geboord. Verklaar je nou. Als het hoogstpersoonlijk zou zijn geweest, zou ik dat gelijk zeker gezegd hebben. Ik draai er niet omheen. Maar ik weet je wat het was? Wie was het wel? Eigenlijk moet het zo zijn, de podcast award zoals die toen is, die moet eigenlijk verdeeld worden in categorieën. En dat betekent de categorie zoals jullie me hebben. We kletsen gewoon lekker weg over voetbal en we lachen erbij. Dat is heel erg belangrijk, humor. En de podcast die won uiteindelijk, de jongens van Vice. Ja, daar zat zoveel research in. En wil ik niet zeggen dat jullie geen research plegen hoeft. Maar er zat doen we niet, qua tijd en alles klopte gewoon. En jullie podcast, als je een andere categorie maakt, zou ook alles kunnen kloppen, weet je wel. Als ik verschillende podcasts ga beluisteren die een uitvoering hebben zoals jullie doen, dan ga ik er ook wel heel veel skippen, weet je. Dan denk ik van, ja, je kijk even naar je collega's, kan veel beter. Ja. Hey Geert, we hebben natuurlijk heel veel humor, hè? kijk jij James Bond of niet? Vroeger. Oké, want je hebt ook in één film gespeeld. Want wij hebben namelijk lookalikes. En we hebben deze week als lookalike. In Casino Royale speel jij. En dan ben je Le Chiffre. Ja, dat is de chef van de keuken? Nee. dat is die bad guy. En die heeft zo'n heel stoer, zo'n litteken over zijn oog. Oh, en met dat oog. Wat hij in zijn oog heeft, dat dingetje. Ja. Dat ben jij. Mats Mikkelsen. Wel iets. Ja, nou, als ik ja, wellicht heb ik een carrière gemist, joh. Ik zie nu zijn foto even niet. Misschien voor de morgen voor de op onze kanalen, Geert. Op onze social media kanalen kan je het terugvinden. Nu. Okay. Maar Mats Mikkelsen is een vrij succesvolle acteur. Is het niet een knappe gast? Een Deen of een Zweed of zo? Ja, nee. Oh, je bedoelt die gast. Hij is toch Zweeds? Is het ook die gast die met... Want dat is een Zweedse acteur. Die Jakten. Heeft hij met die... hoe heet die gast? Die bokser? Die Sylvester Stallone. Is het zo? Ja, die grote gast in Rocky 4. Jij kan het beter beschrijven dan wij. Rocky 4? Dat zegt mij helemaal niks. Die blonde gast uit Rocky 4. Ja, hier heb je dus de hoeveelheid onderzoek die we doen. Helemaal niks. Ik google het gelijk. Hou dat maar je hoofd. Ik google het gelijk even. Rocky 4.
Wat weten jullie van Rocky? We weten alleen maar iets van voetbal. En zelfs dat valt mee. Ja, je denkt Rocky, de Rockyjagers. Nee, oké. Maar Geert, we gaan afronden. En daarom wil ik wel dat je... Ik heb we gaan wel nog even een spelletje spelen, 45 seconds, waarin jij hopelijk met eenzelfde mentaliteit als Rocky in Rocky 1, 2, 3 of 4 met mij gaat spelen. Want ik ben aan de beurt, ik kijk nog even naar Gijs. Ja, jij moet wel, want ik heb het lijstje doorgestuurd aan Geert. Dat zou vals spelen. Dat zou zeker vals spelen zijn. En we krijgen 45 seconden waarin jij mij wat spelers moet, zeg jij dat, omschrijven? Omschrijven, ja. Heb jij het lijstje voor je? Ik heb het lijstje zeker voor me. En er staan even kijken 2, 4, 6, 8, 10 namen op. Dat betekent 4,5 seconden per naam. Wat belangrijk is, Geert, je hoeft de volgorde niet aan te houden. Je mag gewoon doen. Precies. Oké, ik begin met de eerste, zodat we in ieder geval van de hebben de eer gered. Ja, weet je, maar ik tel af, hè? Ik tel je af. Je weet het niet bij mij. Nee, ik wacht. Vals spelen doen we niet. Ben je er klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. 3, 2, 1, go. De huidige bondscoach van het Nederlands elftal. Frank de Boer. Ronald Koeman. Heel goed. De all-time doelman van FC Twente. Linkspoot. Hij is een beetje dik. Sander Bosker. Heel goed. Mijn trainer bij RBC Roosendaal. Robert Maaskant. De speler die bekend staat met het broodje kroket. Die spits van Feyenoord. Van Feyenoord, ADO Den Haag. Kutzooi. Michiel, ja, precies. En waarom heb ik Snijman of Gijs niet? Jullie hebben ook niks titels. Doe een andere. Even kijken. Kamer. Heel goed. Een middenvelder van Sparta en Top Oost. Hij is een beetje kaal. Hij speelt met nummer 10. Nee. Scoorde met een lange bal. Oké, laat maar. Volgende. Een linksbuiten. We zijn al klaar. Het is niet 45 minutes. Het is 45 seconds. Even serieus. Ja, sorry. Geert, het lag niet aan jou, hoor. Nee. De bondscoach van de zelf. Als je al van de huidige bondscoach Frank de Boer gaat zeggen... Ja, ik snap echt wel een feit heb gewonnen. Gijs, even serieus. Ja, maar volgende keer als jongens, je... Jongens, ik ga dit spel gewoon niet meer doen. Dit is voor mijn reputatie te schadelijk. Mister Broodje Kroket. Even serieus. Ja, ik had hem uiteindelijk. Hij dacht van Dobbe, dacht hij. Ja, of Kwekkenboom. Michiel van Dobbe. Oké. Ik had er echt heel veel vertrouwen in. Ik denk, dit gaat echt goed komen. Ja, maar dan luister jij niet naar onze podcast, Geert. Nee. Jawel, ik heb geluisterd ook die aflevering waar mijn goede vriend Wietse zat. Mm-hmm. En dat ging ook best aardig. Weet je, dat ging best goed. Ja, best snel. Dat is wel waar. En ik vond dit makkelijker namen dan die Wietse had. Dus, ja. Ja. Ik durf ook niks meer te zeggen. Hij is gewoon echt boos. Dit is misschien femtalk. Als je een voetbalpodcast maakt en je zegt Frank de Boer op de huidige bondscoach. Je hebt ook helemaal gelijk. Heb ik je nu te veel kapot gemaakt of niet? Nee, precies genoeg. En laten we even naar Fantalk gaan, want we hebben ook nog een aantal fans van ons wat vragen ingestuurd. En vooral voor jou. Hallo fans, wie gaat de zinnen? Hier is Tom. Ja, ik ben jullie geluid even kwijt. Nee, we waren een jingletje aan het afspelen. Milan Jew, die wil weten wat je lievelingskicks zijn, omdat je zo'n stijlicoon bent. Ja, Puma King. Ik speel al jaren op de ouderwetse Puma King. Oh, kijk eens aan. Ja. En daar stap ik ook niet vanaf. En hij zegt ook nog, en of jij je Pepijn nog kan herinneren. Pepijn? Pepijn Veerman heeft ooit een blauwe maandag bij RBC gespeeld. Ik weet niet of jij dat toen nog speelde. Hij is onlangs de gast geweest hier. Nee, nee, ja, prima. Even hou zo, hou zo. Nee. Daar konden die niks van dus. Nee, trouwens, we krijgen meer vragen over of je nog mensen kent. Nick Kiran, die wil weten of je die Harry van Excelsior nog kent. Die Harry? Ja, jongen, ik krijg dit gewoon opgestuurd op Harry Twitter. Van Excelsior. Is het een stripfiguur? Oké, ook niet. Ton Zaan de Boer, die wil weten of je nog naar de kapper gaat. Nee, waar of dat hij naar de kapper gaat. Oh, precies. Jezus. Nee, ik ga elke vrijdag, zeker het seizoen als ik met als TV Rijnmond, gewoon elke vrijdag hebben we de uitzending van TV Rijnmond. Dan ga ik altijd voor de uitzending naar de kapper toe. Bij Jean-Paul Kappers in Rotterdam. Elke week? Oh, mooie reclame. Elke vrijdag, ja, elke week. Laat je dan ook je baard doen? Soms wel, ja. Ja, ik ga ook wel eens naar de enige echte
Barbier in Rotterdam, op de Nieuwe Binnenweg. Mm-hmm. Maar soms doet het meisje van die mij knipte ook eventjes mijn baard, als niet te veel als we een beetje tijd over hebben, ja. Wil je nog een shout-out doen naar je kapper? Heeft hij al gedaan. Hoe heet die kapper dan? Jean-Paul Kappers in Rotterdam. Oh. Ja, nee, okay. Echt hele super. Lieve mensen. Het is een vrouwelijke Jean-Paul, of niet? Chantal Paul, ja. Okay, nee, Sabine heet ze. Ja. Okay, klasse. Geert, die laatste vraag vind ik nog wel leuk. Koen, ja? Koen R076, die wil weten wie de gekste voetballer is waarmee jij hebt samengespeeld. Samengespeeld. Ik heb ooit, toen ik op trial was in China, heb ik met... terwijl ik het... hoe heet nou die gast die Frank helemaal de Boer, in de alcohol... Frank de Boer. Nee, die helemaal aan de alcohol is gegaan en voor Tottenham gespeeld. Gascoigne. Precies, ja, ik was de naam even kwijt. Ja. Ik heb een week met Paul Gascoigne omgegaan. En, je bent nog dronken. Nou, hij vooral. Ja, was dat maar echt zo? Hij haalde letterlijk, een heel lang verhaal kort. Hij haalde letterlijk met een bamboehengel, met een veiligheidsspeld en een soort koekje eraan. Dan gingen die kooikarpers uit de hoteltuinvijver halen. Volgende keer moeten we Geert gewoon 45 minuten aan tafel. Zeker. Dat is heerlijk. En dat was ook het idee voordat jij opeens een kind kreeg en niet langs kon komen. Maar je bent bij deze van harte uitgenodigd om nog een keer langs te komen. Zeker als het Eredivisie seizoen weer gaande is, dan kan je hier gewoon 45 minuten aanschuiven. Top. Ja. Dank dat je er was. Superleuk. En succes met alles wat gekomen is na het voetbal. Jij hebt wel huiswerk te doen, hè? Dit kan echt niet. Nee. Dit heb ik vaker gehoord als het om voetbal ging. Daarom wil ik nu heel graag deze aflevering afsluiten. Waar heb jij wel verstand van? Dat zeg ik niet. Over een week zijn wij er weer. Tot maandag. Okay. Later, Geert. Later, boys.